Nou, wij zijn hier bezig met de actie. We hebben een petitie behoud Broekerhaven, omdat het dreigt dat zelfs het strandje van Vermeulen en onze watersportvereniging straks de dupe worden van de opkoopwoede van Europarks, die eigenlijk het hele stuk van Vanhuizen tot Enkhuizen wil hebben om daar dus prachtige chalets neer te zetten. En wij zijn er fel tegen, want als watersportvereniging hebben wij dus een verplichting naar alle mensen die daar lid van zijn, maar ook voor alle mensen die als passant daar komen, om dus een stukje haven te hebben waar ze tegen redelijke prijzen gewoon een boot kunnen neerleggen en kunnen recreëren. En als dat opgestokt wordt door anderen, dan zal dat tegen veel hogere prijzen moeten gebeuren. En dan is uiteindelijk de kleine man is weer de dupe voor het kapitaal. En hoe voert u actie op dit moment? Wij voeren op verschillende manieren voeren we actie. We hebben artikelen in de krant waarin we weerleggen wat door de gemeente als college en wethouders daar in de krant wordt gezet. Dat wij daar niet mee eens zijn wat er gebeurt. En we voeren actie op Hart van Nederland. We voeren actie aan mensen die het maar willen horen wat er in feite gebeurt. En we constateren dat heel veel mensen in Stedenbroek, maar ook in Vanhuizen, ook in Enkhuizen, dat ze eigenlijk verbaasd zijn, maar niet alleen verbaasd, soms zelfs boos zijn om wat er nu gebeurt met ons mooi stukje van het Markermeer. En hoe voert u speciaal hier actie? Wat bent u hier aan het doen? Nou, dit is een plek waar heel veel mensen uit Stedenbroek hun boodschappen komen doen. En wij weten gewoon dat we de mensen daar dus kunnen confronteren met wat er gebeurt. En om te horen van deze mensen dat zij ook met ons vinden dat wat nu van plannen zijn van de gemeente om te behoren tot de top 10 recreatieve gebieden van Nederland ten koste van de inwoners van deze gebieden, ja, dat wij dat niet willen laten plaatsvinden. Oh,